Hallo, ik ben Hanne Kallewaard van Hondenmanieren en vandaag gaan we een paascadeautje knutselen voor onze honden. Het is een bedoeling dat het een soort van puzzel wordt. We gebruiken hiervoor simpele wc-rolletjes, gekleurde servetjes. Je kan daar zelf een beetje creatief in zijn. Ik heb hier ook nog een lintje ter afwerking, maar dat is eigenlijk optioneel. De servetjes hebben we nodig. Waarom? Deze gaan we gebruiken om straks in de wc-rolletjes te stoppen met een snoepje ertussen, waardoor onze honden gaan moeten puzzelen en dit eruit halen en de snoepjes kunnen bewachtigen. Dus we hebben de wc-rolletjes, die gaan we samen kleven in de vorm van ongeveer een paasei aan de hand van een lijmpistool. Dit is hier ondertussen opgewarmd, dus dat duurt eventjes en een keer dat dat warm is, kan je beginnen kleven. Ik raad aan om te beginnen vanaf het midden, zodat je makkelijk kunt rondbouwen tot je gewenste vorm. Je kan daar wat creatief in zijn. Ik vind dit wat steviger, dat onze honden hun plezier kunnen hebben eraan zonder dat het onmiddellijk stuk is. Meestal gebruik ik drie aanhechtingspuntjes. Dat zou moeten voldoende zijn om de rolletjes stevig aan elkaar te kleven. Heel voorzichtig dat het niet te veel is. Even aandrukken. Zo, ons paasei is klaar. We gaan het nog eventjes laten rusten voor de zekerheid. Dan kunnen we beginnen met een beetje te decoreren. Ondertussen heb ik het lijmpistool afgelegd, zodat het kan beginnen afkoelen. Belangrijk om dat niet te vergeten voor brandgevaar. Dan gaan we eens meten wat de omtrek is van ons eitje. Ik zie dat er nog een mooie strik op kan. Zo. Ik heb twee kleurtjes gekozen. Je kan daar zelf ook zo creatief in zijn als je wil. Ik kies alleen servetjes die een zekere sterkte hebben, zodat ze niet onmiddellijk verpulveren in de wond van je hond. We'll be right back.
Spaanspaashuisje is klaar. En straks gaan we dat dus uittesten met moes. En we gaan er dan snoepjes in verstoppen. Tot zo. Ja, je hebt al eentje eruit gehaald. Ja. Ja, flinke. Als het te diep wegraakt, kan je beter een keer helpen. Deze gaan we eruit halen, die heeft ze al opgelost. Ja, flinke wij. Dat is een flinke weg. Ja. 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 Ja, flinke. Goed zo. Ja. Ja, goed zo. Moes duwt ze er liever in dan ze eruit te trekken. Ja. Ja, flinke wij. Ja. Kijk, moesje. Kijk hier. Ja. Binnen is toe te gaan, ze. We hebben hier al hele stapels servetten. Ik had nu enkel snoepjes verstopt in de oranje, zodat ze goed kan snuffelen wat het verschil is. En moet rieken dat ze zeker juist is. Ja, flinke! Het is er helemaal mee weg. Volgende keer kunnen we ze dus een beetje dieper stoppen. Ja, zeker. Er geen kruimeltjes laten liggen. Ja, flinke! Hier moet je nist. Als je hond de servetjes wil opeten, kan je hem best tonen dat er hier de snoepjes zijn. Ja, en die gaan we dan opruimen. Ja, flinke! Goed zo!